Madewijn, heb je ook goed geschreven? Is het W-A-L-E en dan wijn? Ja. Ja. Welkom terug! Kan ik beter eerst klappen en dan welkom terug zeggen? Dan mag je klappen uit. Leuk uit! Okay. En naar de douche. Je mag ernstig weer weg. 2 punten in 9 vanwege deze kut op de kant. Ja, dat is fijn. Goed. Maar dat gaat hij negatief. De vraag was. Oh ja. Ja, de vraag was. Wie is het meest waarschijnlijk om Temptation Island te overleven? Als in, wie wordt het minst snel verleid? Wie wordt het minst snel verleid? Okay. Dat is een veel makkelijker. En ik heb hem ingevuld. Misschien als je nog moet invullen, moet je het even meewegen. Ja. Ik ben ervan uitgegaan dat de programmamakers precies weten wat je soft spot is. Dus zij zorgen ook dat de verleidsters, of verleiders, ik weet niet wat er ook tussen, dat die precies jouw type zijn. Dus echt goeie, niet gewoon als het niet je type is, die bepaald soort persoon, maar jouw type. Gein, wat is het antwoord op de vraag? Ik wil even mijn naam invullen. Ja jongens, ik heb het schat. Het duurde even voordat we naar was wat de vraag was. Dat was de eerste real life cliffhanger van de wereld. Mooi. En misschien is het wel leuk om tussendoor, ik hoorde dat jullie een nieuw album hadden. Ja, wat doe ik? Dat is leuk. Nee, nu schoot ik uit. Nee, ik krijg een paar zodat ik anders mijn kaars niet betaald Nee, we hebben inderdaad een nieuwe album, maar we moeten de naam nog bedenken, maar hij is... Hebben jullie een werktitel? Hij is nog niet uit, maar hij is wel af. Hebben jullie een werktitel? Nee. Misschien wel leuk om dan nu een te bedenken. Het album. Sing the best, maar Het album. De album. Maar als het zou het werken als je een album noemt, bijvoorbeeld The Beatles, of gewoon Beatles, of The Rolling Stones? Dat je dan zeg maar gewoon meteen bovenaan in Spotify verschijnt. Ik denk niet dat het bovenaan in Spotify dan. Ik denk eerst Universal komt jou op een busje mannetjes van Universal komen jou ophalen, vernederen en dan moet je veel geld betalen. Ja, ik weet zeker dat zij dat echt heel grappig vinden. Zou daar serieus patent? Zou je je al echt niet de Rolling Stones mogen noemen? Nee, Rolling Stones is volgens mij getrademarkt. Ik kan me voorstellen dat je in die naam ergens voor mag gebruiken. Nee. Zeker niet de muziek. Behalve voor een magazine. Dat is precies. Dus je zou het album wel Prada kunnen noemen. Je zou het album wel Prada kunnen noemen. Alleen niemand gaat op Spotify Prada. Mag je je album Miss Ethan noemen? Nee. Ik niet. Back wel lekker. Zit de Bismarck. Nou, de dreigingen weet ik natuurlijk niet meer. Nee. Sowieso. Voor de volgende podcast moeten we echt even... Boy Meets Girl story. Ik vind een Oda aan erbij en kunnen jullie allemaal dit soort dragen vragen. Ja, mag ik Miss Ethan meten? Maar goed, leuk. Ja, mooi om te horen dat jullie zo lezen van je album. Fijn, hè? Ja, we hebben een paar maanden over gedaan om alles op te nemen. Het wordt echt heel vet. Hij moet nog gemasterd worden, dat wordt binnenkort gedaan. Dan is het gewoon af. Jullie mogen zo meteen wat horen ook. Oh, leuk, ga je een stukje doen? Live in de uitzending? Nee, niet in de uitzending. Hij stond erbij. Ja. Ja, we gaan het nu meerstemmig inzetten. Ja, dat is wel leuk. Als iedereen maakt een baan, is het mooi. Perfect idee. Ja, dus hou al onze socials in de gaten. En op Spotify ga je heel veel luisterplezier krijgen. En dan krijgen wij weer 20 euro. Help ons aan. Hoeveel kosten hebben jullie gemaakt voor het album? Meer dan 20 euro. Ja, dat klopt. Maar het leuke is, dat kunnen jullie ook ons nog een keer inhuren. Dat is ook fijn, hè? Ja. Kost jullie geld? Nou, een kratje bier is een gauw 20 euro. Of 2 kratjes bier is 20 euro. Ja, precies. Doe eens normaal, joh. Goed. De Temptation Island vraag. Ik ben klaar, man. Ja, man. Ja. Op nummer 1 is dus degene die het makkelijkst... Of het beste de verleiding kan weerstaan. Weerstaan, hè? Juist. Weerstaan. Oh, weerstaan. Ja. Anyway. Oké, jongens. We missen een beetje vaart. Op de eerste, fair. De verleiding weerstaan in de verleiding weerstaan. Weerstaan. Ik vind het verbazing dat ons niet goed genoeg kent. Ja, gaat verder. Dank je vertrouwen. Gaat verder. Asje. De tweede plek. Danny.
Omdat hij ook met die vader is? Dit loopt helemaal in de zin. Mijn god. Nee, ik had Danny met stip op één omdat hij vader is. Ja, ik heb hem zelf niet op één gezet. De volgende keer gaan we echt een soort straf doen. Als de reden is omdat hij vader is, ik weet niet, maken we er een drankspel van of zo. Echt? Dat is vreselijk. Oké. Okay. Is het dat je markt compleet verandert als je vader wordt? Ja. Alles is dan gewoon dat antwoord. Derde. Koen. Mijn hele lijst is genoeg. Alles maakt me niet meer uit. Alles is natuurlijk. Ik vind het moeilijk. Er zijn zo'n mooie random element erin. Dat is een dommels. De wild card. Ik dacht echt dat we begonnen te levelen, die volgende ronde. Ja. Wat jij dat? Oké, 4. Ernst. Ja. En dan maak ik wel nummer 5. God, slechtste Temptation kunnen weer staan. Ja, heb je dat plezier, hè? Sorry Leo, ik hou van je. Maar het is niet gelukt. Helaas. Punten! Ziet Maal er wel zo uit je Ja man. Hij heeft ook zijn jasje aan. Check deze game man. Ja, Maal heeft ook een zwakke. Je hebt nog nooit geen punten gescoord. Ja, verschrikkelijk hè. Zwakzinnig. Die film is ook uit. Met deze eigen zo diepe punt. Dit is echt een verschrikkelijkste vraag van mij. Wow! Echt zwaar. 1. Dat is een bekende score bij jou, dus dat is helemaal prima. 1. Ik heb 0 punten man. 0 punten. 0 point voor... Jij had er 1, Ernst? Ik heb 1 punt. Waar had jij jezelf neergezet? 1 punt. Nou, op 2. Ik had jou ook goed scoren. Lekker aan het inlopen. Lekker aan het inlopen. Ik had Danny op 1 gezet. Omdat hij kinderen heeft. Ja, kinderen meer. Kinderen? Wat? Ja. Oké, wat had je Danny gescoord met dit soort vragen voordat hij een kind had? Oh, kijk al. Nee. Of was het toen ook al hetzelfde? Ik denk dat Danny überhaupt heel erg blij is als er iemand aan hem wil zitten. Ja. Dus dat hij er gewoon sowieso altijd opeens over zijn gekomen in deze vraag. Ja, iedereen had voor zijn kind wel knuffelen. Wat jij het meeste knuffelt misschien wel van iedereen. Dat denk ik wel. Ja. Ik vond het een leuke vraag. Ja. Ik vond het ook een leuke vraag. Yes. Wat is de volgende vraag? Oké. Okay. Ja, nog jij weer een vraag. Oké, ja. We hebben nog een vraag. Hey, we hebben nog bier behoefte. Ja, even voor de kijker thuis ook prettig. Een beetje structuur, waar ben ik aan toe, waar gaan we heen? Ja, wat is de vraag? Hoeveel vragen zijn er nog? Er zijn nog 2 vragen. Er is nu nog een reguliere vraag. Ja. Ik zal zo even alvast de prijs bekendmaken om jullie te prikkelen. Een dood kuiken! Nou, dat was die nog niet. En de laatste vraag, laatst maar even voor de structuur, hè. Die mag Gein zelf inzetten en dan vanuit de redenering dat ik kan me voorstellen dat Gein ook benieuwd is naar bepaalde aspecten van jullie. Dus dat Gein in die zin de finale vraag mag indienen voor dubbele punten. Dubbele punten! En het is een competitie, hè? Het is een competitie. En niet voor niks, niet voor niks. We hebben hier plaatselijk uit de regio ambachtelijk gecreëerd een zeer uniek product weten te bemachtigen. De winnaar mag die houden voor een jaar, tot de volgende... tot de schimmel opeet. Ja, en dan dan gaan we, dames en heren. Tada! Mooi! Uitleg is wel... Deze moet je even voor de camera. Is al een eindje op weg qua verbinding. Ja. Is dit een verbeelding van een ingeteerde reet? Nee, dat is een typisch Wallons product. Het is niet zomaar een aardappel. Het is een aardappel omgebouwd tot ambachtelijke wietpijp. Oh. Volgens oud Wallons gebruik. Het is wel leuk, je hebt 3 gaten. Wallon. Hier is het gat, daar kan je wat wiet in doen. Ja. En dan kan je hier, steek je het aan en dan zuig je hierdoor. En met dit derde gat kan je de lucht toevoer regelen. Dus dat is voor de winnaar. Nice! Ja. Fantastische prijs. Altijd willen hebben. Ja. Zit er al wat in? Oh, nee, ik baal zo dat ik niet bovenaan sta. Alles is nog mogelijk. Alles is nog mogelijk. Dubbele punten, man. Maar wist je helemaal dat het derde gat voor lucht toevoer was? Ja, dat gaat ook niet zo goed. Nee. Het lijkt een soort fluit die je kan zien. Ik begin vrouwen nu ook weer te begrijpen. Op man. Oké, verklaar de nader. Oké, de laatste reguliere vraag, dames en heren. Yes, give it to. Wie zou er het foutst zijn in de Tweede Wereldoorlog? Oh! Die vraag noem ik NSB. Oh my god. Dit is echt zo'n vraag waarbij we allemaal heel hoog scoren. Dat is niet waar, dit is maar 1 heel arisch. Oh! Wie je nou met de stuur werkt? Ja, dit is...
tweede waarschuwing. Eén is trouwens het fout. Ik vind dit best wel een NSB-actie van Ernst. Ja, hij doet gelijk iemand doen. Precies. Ja, op zich is, komt zijn kapsel wel uit 1940. Ik zet mezelf op de hoogste regio zeer voor jullie. Oké, ik begin bij 5. Gaan we het spannend houden. Oké. Op 5. Fair. Yes. Ah. Oh. Integere roetzak. Ja, precies. Oh. Yes. Oh. Hij is de kwaaiste niet. Dat, daar kan je gewoon langs. Hij leidt langs. Ver, 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 familie, kan ver heeft die boekenkast. Dat is Ja. Wil je hier wel geen horror brain? Nee, dat komt toch wel. Ja. Ja. Of hij is de kledingkast die gewoon hij is een Hollandse spier. Jongens, hebben nog 10 minuten opnametijd. We gaan even door. We zitten op anderhalf uur. Op 4. 5. Op 4, Baal. Ja. Yes. Zit in de familie. Ja, maar zit in de familie, kan je bij Baal. Hey, waar woont Ver? Oké, okay, ga ik daarheen. Met zo'n neus. Ik heb het gewoon één heel fout zijn in de rol. Eén. Ver wordt verstopt door. Wacht, wat bedoel je? Baalrijn wordt verstopt door. Op één man. Oh, dat kan je maar weten gaan, maar mij niet uit. Danny. 3. Yes! Oh, yes. Op 2, Koen. Yes! Op 1, degene die de hele tijd probeert met de jury te corresponderen op zijn eigen gewin. Passende straf. Passende straf. Ik ben echt zo blij dat ik jullie naar dit eigen hart heb genomen. Maar goed, één iemand overleeft wel de oorlog. Dus ja. Zo. Oké. Kunnen we even de camera stopzetten, dan kan ik even na gaan denken over een vraag. Punten. De punten doen we lekker na. Ja, prima. En dan gaan we over praten. Neem je tijd. 3. Anders vertellen de jongens het over een ander. 3 punten? Dat is heel makkelijk. Oh, dat is één keer eerder voorgekomen bij jou. Trollen. 3. 3. Motherfucker, dat loopt nog niet in. 3. Motherfucker! Waar, hè? 2 punten. 1. Een heel punt. Een heel punt! Ja, de meest steady in de race, moet ik toch echt zeggen, is Ernst. Ja, het is gewoon. Okay. Dat je alleen maar 0 of 1 punten scoort. Binaire scores. Ja. Ook niet van hummel van deze. Ja. Nee, maar de rest schiet omhoog, zacht omlaag en van alle kanten op. Maar Ernst blijft gewoon een stabiele, weet je wel, gewoon normaal. Nice. Oké. Alright. En het blaadje is vol. Fijn. Laatste vraag. Nou, zijn we heel benieuwd. Wat wil jij nou vanuit het diepste van je ziel weten van Sink Bismarck? Neem niet uit. Oké, wie is de zwakste schakel in de band? Is dat muzikaal? Oh. Dat is een vraag die wij proberen te vermijden. Of is dit een vraag die we niet willen gaan beantwoorden? Jawel. Ik hoor 1 ja, hoor ik het 1. Is dit leuk of is dit niet leuk? Het is op welke manier ga ik niet op in. En 1 is de zwakste schakel. De zwakste schakel. En dit is nog steeds volgens jou. Nee, maar dit is wie jij de zwakste schakel bent. Ja, precies. Oké. Ja, ik maak echt vrienden dit weekend. Ja, ik maak echt vrienden. Dit wordt top. Dit wordt top. Zo'n moment waarvan ik dacht, heb ik nog niet. Oh lord. Oké. Ja, dit is glad ijs, gaan. Dit is heel glad ijs. Moeten we hem doen of niet? Ja man, we zijn bezig. We zijn begonnen. Danny heeft de bal. Ik wil nog een vraag stellen. Weet je wel, voor 1000 punten. Ik wil geen huilers zien. We hebben helemaal geen tijd voor nog een vraag van 1000 punten. Dus dit was het. Kijk volgende keer weer voor het antwoord. Ik ga altijd uitliepen. Hoppa. Kijk, dit is nu de vraag. Ik zoek hem op. Ja. Mag ik een hulplijn inschakelen? Die mag hier ook. Oh, de 50-50. Mama, wat vind jij? Ja. We zijn er. Ja, je mag een vriend bellen. Kain, wat zou jij doen? Zeg het maar. Oké. Heeft iedereen iets gefilmd? Tuurlijk. Ja? Nou, verdeel de punten. We zien de vorige vraag. Kijk, NSB'ers zijn altijd zwakke schakels. Oh shit. Oh. Op 1, Ernst. Yes! Ja. Shit, man.
Op zijn verjaardagsweekend. Ja, op zijn verjaardagsweekend. Teddy, 2. Toen 3. Ja, kijk. Wacht even, welke volgorde ga jij nu op? Gewoon de dus van zwakst naar sterk. Zwak is 1, 5 is minst zwak. Ik heb een keer omgedaan. Oh. Ja, maar dat zou je ook zeggen als het eerste die fout was. Ik wil even wat aanpassen. Dan doe je toch verkeerd. Ik heb je op 3. Ja, mag verkeerd om doen. Je mag voor jezelf de punten bepalen, hè? Wij zijn ook de kwaadste. Ja, kijk, een waal en ver. Maar ze zien de vorige vragen. Ja man, op 4 waal, op 5 ver. Yes. Ja, damn it. Bij jou voelt me blijkbaar het meeste thuis. En met mijn naam kom ik tijdens de oorlog tijdens bij jou. Ik denk echt dat Ernst de meest rock'n'roll van artikeling is hier, man. Ja, dat, nee, dat echt, weet ik ook wel. Dat weet ik wel. Hij stond altijd hoogst bij Ernst hier toe, hè? Ja, ja. Dat is ook een beetje apart. Dat dan wel. Ik zal nog steeds zeggen, graag van ga je niet. Hij weet het wel, maar hij zet het toch op 1. Ja, dat is fijn. Goed. Nou jongens, de bekendmaking. Ja. Punten. Wat zit er in? En dan gaan we daar even dubbelen. Want ik ga eerst even hier opschrijven en dan gaan we daar even. De nummer 1 was het lastig onderdeel. Ja, dat is lastig. Sorry. 3 punten voor mij. Wow. Zo, de lekker bezig. Lekker bezig. Die fan 4. Nou, ik zal het minder spannend maken. Ik heb 0 punten gescoord. 0 punten. Ai, ai, ai. 0 punten die ik heb gescoord is 0. Ai, 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 ai. Dus de 2 sterkste schakels hebben... Zijn de 2 zwakste schakels. Ja, ik heb... We editen het wel eigenlijk. We editen het even. Ik ga even zien. 3 punten voor Ernst. Ernst heeft het woord zo hoog gescoord. Lekker man. Vijf? Oh mijn god. Oh mijn god. Sinds het de competitie is, gaat hij aan, die Koen. 5! Oké, wacht even. De prijs is gepresenteerd en Koen schiet omhoog. Ja, normaal. En zijn hypothese bij deze bevestigd? Niet normaal. Nou, 5 punten maar schoon. Oké, wat was ook in de punten scoren? Hoe moesten ze berekenen? Eerst dubbel. Dus 5, nummer 1, 2. Ook met triple. Ja, let op. Eerst dubbel. Ja. Alle punten zijn dubbel. Ja. Alle punten zijn dus dubbel. Dus, en degene die. Wat is ook weer 0 keer 2? Degene die het meeste punten heeft gescoord, krijgt nog die score. De verdubbelde score maal 3. Maal 3. Holy shit. Ik ging ervan uit dat men 1 na 2 vragen goed had. Niet dit. Dus. Wat heb je gedaan? Nou, hij zei: ik had het verkeerd om geredeneerd, maar de redenatie opschrijven maakt natuurlijk niet uit. En, maar, nou ja, dat is ook gelijk duidelijk, denk ik. Ja, en hoeveel punten heb je niet meer te zien? Nou, Koen heeft met de laatste vraag 30 punten gescoord. Stift in de box. Koen, heeft iemand een aansteker? Dan kunnen we hem gelijk even in de uitzending testen. Ja, wacht, dan moet wel buiten. We moeten even A niet binnen doen en B ga ik niet. Laat de camera aan. De pret is afgewezen. Dat is wel anticlimax, maar einde. Tim, zullen wij maar roken dan? Jongens, de echte winnaar van de haren. Ja. Tim, rijd hier! Yeah. Yeah. Dank jullie wel voor dit! Experience! En tot experience! Vond je dit nou een leuk filmpje? Laat een duimpje achter! In de comments. Alleen in de comments. Of een drol smiley. Weet je trouwens, we hebben de vorige podcast clip 1 eens even gekeken. En zeg maar, het eerste reactie was een duimpje naar beneden. Ja, dat was heel mooi. Ook jullie bedankt thuis. Ja. Door wie? Was hij als we daar achter komen, dan ligt hij dood. Dat is niet. Ja. Nou, dat was hem weer. Dat was hem.